Hij gaat er niet zelf wonen, helemaal niet. Deze woning is van begin af aan ontworpen voor mensen met psychische problemen. En dat staat absoluut niet in het bestemmingsplan. Dus daar zijn wij op tegen. We weten niet wat er komt, we weten niet wat er gaat gebeuren. Moet je dan je hele hebben en houden je medische geschiedenis op straat leggen als je ergens wil gaan wonen? Hè? Dat speelt hier ook wel, vind ik, een rol. Dit zijn gewoon mensen met wel een beetje een probleem dat ze niet helemaal alleen kunnen. Maar ook niet zo dat je zegt van nou, die kunnen niet gewoon in een wijk wonen. En dat kan een autismestoornis zijn, bijvoorbeeld, hè, in het autistisch spectrum. Maar daarmee ben je nou niet gelijk een gevaar voor je omgeving natuurlijk. Het geeft ons een heel, heel raar gevoel. En wat de gemeente erbij zegt, het valt allemaal wel mee. Ja, wat valt er mee? Nou ja, kijk, als er echt risico's zijn, gaan we natuurlijk als gemeente en ook als inwoner, dan wil je dat niet, hè? Dan ga je, je gaat geen risico's nemen. Ja, dat is toch ook, dacht ik, een heel geruststellend idee. Geeft mij geen goed gevoel. Dan ga ik er al vanuit dat er iets gaat gebeuren. Maar wij gaan er eigenlijk vanuit dat deze mensen gewoon prima in de wijk kunnen leven. Dus garanties kunnen we ook gewoon niet geven.